Buitenweg, mag ik u vragen stellen over Fortezza? Een stukje grond is verkocht door de gemeente en vervolgens geleverd van de Looi. Van de Looi heeft er nooit een cent voor betaald. Wist u dat? Ja, dat heb ik een paar maanden terug gehoord. Een paar maanden terug? Ja. Dit is uit 2004 is dit, hè, dit verhaal? Ja, dat is al oud. Ja. Maar in die hypotheekvoorwaarden staat dat ze ook rente moeten betalen. Ja. Het is al opgelopen tot 1500 miljoen. Ja. Maar ja, zolang ze niet bouwen gaan ze zo niet betalen. Ja, maar gaat het nog gebeuren dit voor Tessa, denkt u? Nee, dat wordt niet gebouwd. Nee. Nee, maar Anton Soers heeft wel jaren achterin gezegd, de schop gaat de grond in. Nou, ja. Die is nog steeds de grond niet gegaan. Ja, maar, ja. En dat zien we er ook niet van komen. Maar wat nu wordt het nog gekker, want Van der Looi, de eigenaar van het stukje grond, althans zijn BV, die heeft vervolgens dat in onderpand gegeven, dat stukje grond, en daar geld voor getoucheerd. Ja. Dat geld, ja, voor niemand... Voor een hypotheek. Ja, voor een hypotheek. Ja. Hoe wist u dat? Nee, dat wist je ook niet? Ook pas bekend geworden door vragen van ALA en van de VVD. Ja, vindt u het gek of niet? Ja, dat is heel vreemd. Dat zou eigenlijk niet moeten kunnen. Nee. En dat had aan de raad voorgelegd moeten worden. Ja. De raad had... Ik hoop niet dat er meer van dit soort curieuze contracten zijn. Nou ja, dat is, nou, daar kunt u naar vragen natuurlijk, hè, inderdaad. Ja, dat ga ik ook doen als ik in de raad zit. Ja. Maar, na woensdag, dus, maar zat u 4 jaar geleden ook in de raad? Nee. Oh, niet, helemaal niet. Oh, oké. Okay. Nee. Oh, dat is mevrouw Wil, of niet? Mevrouw Wil, ja. Oh ja. Die was, oh, dat vraag ik haar wel. Maar gaat u ook vragen naar een specificatie van het geld wat Van der Looi, want Sjoerd zegt, dat is ten goede gekomen aan het project. Gaat u daar naar vragen van, laat dan even zien, meneer Van der Looi, of ik draag de wethouder op, de nieuwe wethouder, om dat te vragen aan Van der Looi? Nou, ik denk dat we dat als fractie goed gaan bestuderen en dat we kritische vragen over gaan stellen. Want de burger wil dat weten, denk ik, want tuurlijk. Ja, waar gaat het geld naartoe? Want het project, als Van der Looi zegt, het geld is besteed aan het project en we zien nog geen steen staan daar, ja, dat is natuurlijk een beetje opvallend. Het kan ook besteed zijn aan een project in Almelo. Ja, oké. We hebben ook wat geld hebben uitgegeven aan architectkosten. Ja, oké. Of vergunningen, weet ik veel. Ja, nee, dat... die vergunningen, toch niet betaald. Maar u gaat dit kritisch volgen? Ja, zeker. Oké, nou, dan ben ik blij om. Nou, dank u wel. Oké.